houtzagen hebben we gekozen voor dat perceel te pakken. Er staan allerlei bomen, jonge bomen, die ook weg moeten. Hier met elkaar maken we er een super mooie dag van. Ja, dat is toegestaan. Ja, ja, ja. Dat is een aparte boom. Oh, dat is een eikenboom. Ja, we moeten opkraken. Allemaal aan de kant doen. Ja, goed zo. Dan moet je opleven. Kijk, komt-ie. Oppassen daar. Ja, terugspringen. Allebei terugspringen. Goeie, volle jongen. Een beetje tak opruimen of zo, weet je. Maar ja. Dat is toch. Dat is toch flink werken. Ik zweet in ieder geval voldoende. Ja. Oh, er meer mensen kunnen gebruiken. Zo ja, zien, inderdaad. Ze zijn vanuit het bedrijf hebben ze een buitenactiviteit aangeboden gekregen. En Marion heeft aangeboden om dat op de paardenkop te doen. Het gebied moet berken vrijgemaakt worden. We hopen dat als de berk weggehaald wordt, dat de hei spontaan terugkomt. Dan kun je ook zien dat het gelukt is hier achter ons. Hun vergroten die vlekken en gaan werken richting het natuurterrein. En de schaapsherder komt in het seizoen met de kudde en die zorgt ervoor dat de hei goed kan worden. Bierenthousiast. Ja? Ja. Goede samenwerking. Ze letten op elkaar. Wat er gebeurt. Je gaat vallen met je gezicht. Soep aan het maken, stevige soep. Stevige soep. Maken. Ja, heel veel groenten erin. Zodat het echt goed, lekker gezond is. Hè? Gewoon als we zo hard aan het werk zijn. Nou, wij niet, die mensen erachter. Een stukje hout gehakt om het vuur aan te maken. Het is aardig gelukt. Ja, gewoon buiten zijn in de natuur, maar ook op zich leuk dat je samenwerkt met mensen die je eigenlijk niet kent. Ja. Dus de persoon waarmee ik nou samenwerk, ja, heb ik eigenlijk nooit gezien. Dat is eigenlijk wel grappig, ja, dat je dan toch een goed team vormt. Ja. Ja. Het is een vrij zeldzame paddenstoel geweest. 10, 20 jaar geleden kwam je nergens tegen, behalve in hele oude bossen met beuken. En tegenwoordig zie je hem zelfs op dit soort jonge, relatief jonge bomen zitten. En een tondeldoos bestond uit een tinnen kannetje met vuursteen en ijzer en tondel. En met drooghout. En met die ingrediënten maakten ze vroeger vuur. Geen lucifer, maar met tondel.
Wat als we zeggen dat we toch de zichtlijn erin krijgen, dat je vanaf dit... Ja, als nuttig, maar ja, ook inspannend. Dat is op zich goed om te doen. Goed voor de conditie, spiertjes. Lekkere buitenlucht. Lekkere lunch. Nou, ga ik vaker doen. Hoeft niet met die joggen dan, hè. En nog nuttig ook. En hoe gaat het met de samenwerking? Volgens mij wel goed, partner. Hoe gaat het met de samenwerking? Ja, gaat goed. We hebben nog geen ruzie gehad, dus... Geen boom over elkaar laten vallen. De timing is bijzonder. Ja, goed. Ja. Nee, nog, alles zit er nog aan. Dus. Ja, rustig maar. Hey, kom op jongen, vallen. Ja. Lekker paard aan hangen. Kom op! Kom op! Laat je niet kennen hè, door die boom. Kom op man. Gaat die jongen. Gaat die. Nog een paar keer. Nog een paar slagen toch. Zo hard op je werk niet te werken. Want ik heb het tempo niet opgezet. Ja, dat is fysiek zwaar. Ah, bos daar. Nee, bos daar.